Bon dia, het is weer een nieuwe zwangerschapsvlog, douchie. Wat gaan we vandaag doen? Weer een echo. Weer een echo, de? De derde echo. De derde echo. Ja, we zijn weer hier, echotje nummer 3. Ik zou even, dus dit gaat jou ook aan, snap je? Dus je moet, normaal zit ik zo, maar jij komt af en toe, maar dit is meer jij. Eigenlijk moet jij het ook vasthouden eigenlijk. Ja. Maar ik praat niet. Je praat niet? Nee. Hoezo? Nou, mensen gaan maar weer zelf lullen. Ja, we hebben vandaag de derde echo afspraak. We zijn iets aan de late kant, dus we gaan even snel naar binnen en dan praten we dadelijk weer even verder. Je bloeddruk is laag? Ja, nou, het is niet laag van oh shit, ze gaat dood. Het is lager dan vorige keer. Oké. Okay. Nou, ik zie al meteen alles bewegen, dus dat hartje zal wel goed zitten. Moet je niet aangeven. Als de baby alle kanten op beweegt, dan... Het is nog vroeg om het geslacht te zien, toch? Ja, dan ga ik niet nu... Nee. Kunnen we bij de 20 weken echo eventueel, als je daarop kan wachten. En anders zou je bij een pret-echo-bureau een afspraak kunnen maken. Hij is er alweer vandoor. Ik zie hem prachtig kloppen, maar elke keer als ik hem in beeld heb. Het hoofdje is mooi te zien, het ruggetje van de baby. En hier zie je het hartje mooi kloppen. Hier ziet de baby bewegen, de billen gaan omhoog en omlaag. En dit is de placenta, dus die ligt aan de voorkant. Oh. Dat betekent dat je hem soms wel wat later gaat voelen. Ja, okay. Jawel jongens, we zitten in de auto. En check even de uitzicht die we op dit moment hebben. Want ik ga zo meteen even één hengeltje uitgooien hoor. Ja, sowieso. We hebben eten gehad, want wat ik jullie moet vertellen, douchie eet heel de dag door. Ja. Tenminste, baby toch? Je zegt dat het door de baby is. Maar ze eet niet de hele dag door. Niet de hele dag door. Nee, wat doe je? Ik film je. Nee. Oh. Je eet niet de hele dag door? Mm-mm. Wat dan? Eet je soms? Oké, één vraagje. Hoeveel dingen heb je al gegeten vannacht? Niet veel. Wat? Een mandarijn? Bijtkoek. En een bijtkoek. Een snoepdingetje, ik weet niet wat het heet. Manchu. En nu? Brood. Een Subway. Dat is toch niks? Wat? Ja, is al veel. Het is 11:30, 12:00, ik weet niet. In ieder geval, reden dat we net... Mijn kind is honger. Mijn kind heeft honger. Oké. De reden dat we net een beetje aan de late kant waren, vorige week met de storm is de riolering bij ons volgelopen, ondergelopen. En eigenlijk de garage is ook helemaal ondergelopen. Dus je kon de garage niet eens in. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar ze zijn dat ding nog steeds niet komen pompen. Vanochtend zijn ze eindelijk gekomen. Waardoor ze eigenlijk alles geblokkeerd hadden. Dus we konden ook niet met de oude auto weggaan. En we konden niet naar de garage toe om Ghosty, deze auto dus, uit de garage te halen. Dat kon gewoon niet. Eindstand, ze waren eigenlijk net op tijd weg. Hè? Dat we eigenlijk onze auto konden pakken en aan de gynaecoloog konden rijden. Vandaar dat ik zei van, we zijn een beetje aan de late kant. Ik leg jullie zo wel uit wat er aan de hand was. In ieder geval, we hebben net de derde echo gehad en super leuk. Over 5 weken gaan we voor echo nummer 4. En dat wordt dan de 20 weken echo, toch? Ja. Ja. Wat ik erbij moet zeggen is dat zij dus nu 15 weken zwanger is. En we hebben net het hartje even gehoord. En voor de rest hebben we... gezien. Hè? En het kindje gezien. En het kindje gezien. Ja, ik was al niet klaar met praten. Oh, sorry. We hebben net het hartje gehoord en het kindje even gezien, maar zij had er geen zin in. Of hij of zij had er geen zin in, zo moet ik het zeggen eigenlijk. En ja, over 5 weken dus kunnen we achter de geslacht komen. Alleen we willen het niet weten, tenminste. Zij moeten dan in een envelop zetten voor ons, de uitslag toch, of wat het wordt. Want wij gaan namelijk een gender reveal feestje houden.
Dus vandaar dat wij het niet willen weten. Dus we willen wel weten wat het is. Dat gaat natuurlijk gelijk in de envelop. Die envelop brengt door naar degene die de taart voor ons gaat maken. Voor de rest, we zijn al bezig met alles voor de gender review. We hebben al een datum, we hebben al een thema. We zijn op de achtergrond al mee bezig. Alles wordt al gemaakt. Is je banner al binnen? Nee, ja? Nee. Nog niet. We hebben een banner helemaal uit Hawaii besteld of zo. Ja. Dus niet dat het een Hawaii thema is. Niet dat jullie dat gelijk denken. Maar op een of andere manier moest het vanuit daar komen. Enigste die we online konden vinden, mensen. We hebben super gelukkig mee gehad eigenlijk. En dus komende vlog zal ik jullie wat meer over vertellen. We proberen elke zaterdag nu een zwangerschapsvlog online te zetten. Zoals ik al eerder heb gezegd. En ja, er gebeurt niet elke dag iets wat betreft het zwangerschap. Dus wat ik kan filmen wat betreft het zwangerschap film ik. En dat komt dan in die zaterdag vlog. In ieder geval mensen, zoals jullie gezien hebben, zijn we even naar de Subway geweest. Ik ga even lekker eten en vervolgens ga ik een hengel gooien. Eventually. En we zijn hier vandaag met... Waar? Alana in de back. En zoals jullie zien zijn we al bezig. We gaan even wat opnames, wat contents opnemen voor jullie. Dus ik heb jullie al een hele lange tijd beloofd dat er een nieuwe content op het kanaal zou komen. Dus dat gaan we nu vandaag even doen. En zo snel mogelijk zou ik ze op de kanaal plaatsen. Yes, we zijn net klaar met opnames. Hey, jullie hebben het redelijk goed gedaan, man. Redelijk goed gedaan. We zitten lekker hier aan de tapas en zo. Volgende keer beter voorbereiden. Eten. Beter voorbereiden? Ja. Maar je weet niet wat je krijgt, hè? Je weet niet wat je krijgt, dat is het. Ik ga boeken lezen, alles. Ik ga boeken lezen, alles. Mensen, we zijn hier klaar met opnames. We gaan nu richting Rotterdam, toch? Ja. Richting Rotterdam, we gaan daar wat eten. En daarna moet ik ergens naartoe. Kan ik niet in de vlog zeggen, helaas niet. Het is gewoon iets dat ik niet ga filmen vandaag. Maar wat dat is, zullen jullie ook nooit weten, denk ik. Nee, maar ik moet ergens daarna zijn. En, maar dat ga ik niet filmen. Dat weten jullie in ieder geval alvast. We gaan hier richting Rotterdam. Tot zo. Yes, aangekomen hier in Rotterdam. En we moesten speciaal hier komen. Want er was een hele hype over een bepaalde eten. En weet ik het allemaal. En het is... Izar zegt, believe the hype. Hi deze? Hè? Hè? Ja, believe the hype. Oké. Wat heb jij, Lucie? Ik heb bami. Waarom hebben we andere bakjes? Omdat jullie nasi en bami hebben. Ze hebben cheese fries. Oh, ze hebben cheese fries. Yes. Oh. Oh. Ik vind het wel zo'n pika. Mm. En dit is een portie voor jullie. Moet ik het weer zien? Ja, dit is net als bij je dingen. Dit gaan we splitten. Nou, weet ik niet. Misschien. Kijk hoeveel bami ik heb. Ja, oké. Wij hebben al die bami opgegeten. We hadden toen echt honger volgens mij. Maar ik denk dat ik volgende keer gewoon alleen sperrips vraag. Want ik zie dat ik best veel sperrips krijg. Geliefde. Die eet je niet. Nee, daarom. Wat is deze? Kibbel naar de Pia. Ja. Mensen, ga even lekker eten. Lekker eten.